Na meer dan zeven jaar met dit ding is de Switch echt aan het einde van zijn Hij Is echt op zijn laatste adem aan het trappen en er is nood aan aflossing. In de vorm van de Switch 2. Nu, we hebben zelf nog niets gehoord over de Switch 2 van Nintendo. Um, dus ik dacht, misschien hebben ze wat ideetjes nodig. Dus ik drop even enkele zaken die ik wil van de Switch 2. En op zich zou je kunnen zeggen, Nintendo staat voor een heel moeilijke uitdaging om van een gigantisch succes zoals de Switch een opvolger te lanceren die zijn voorganger overtreft. Maar eigenlijk is het de makkelijkste uitdaging ooit, want ze moeten gewoon doen wat de Switch was en ze maken het sterker, ze maken het naar hedendaagse standaarden, zodat we games kunnen spelen zoals Hogwarts Legacy, die er niet uitzien als een PlayStation 2-titel. En dat is ook meteen mijn eerste suggestie in deze open brief naar Nintendo. Maak het rust als een iPhone-model. Nu zeg ik niet, kom elk jaar met een nieuw apparaat uit en maak het elk jaar duurder. Maar overweeg om, om de zoveel jaar niet, 7, 8 jaar Nintendo, 2, 3 jaar, met een nieuw, opgefrist model te komen van de Switch met betere hardware. En alle games... Die, die daarvoor werd gekocht. Vanaf de, de eerste Switch, 7 jaar geleden, tot de Switch die binnen 30 jaar zal verschijnen: al die games moet je gewoon kunnen spelen, zoals op een pc. Alle games die je koopt kan je spelen, maar hoe je ze gaat kunnen spelen, aan welke resolutie, aan welke frame rate, dat wordt bepaald door de hardware. Dat wordt bepaald met hoe oud je pc is, hoe oud je systeem is. Dus Nintendo zorgt voor volledige backwards compatibility. En dat brengt me meteen bij een ander punt, en dit is een echte must, niet alleen voor mij, maar voor heel veel andere mensen, is volledige backwards compatibility. Dus alle games die je hebt gekocht op de Switch... Fysiek of digitaal, maakt niet uit. Die moeten speelbaar zijn op de Switch 2. En als we dan een game spelen zoals Breath of the Wild of Tears of the Kingdom, dan willen we ook zien dat er betere prestaties zijn: dat de resolutie net iets beter is, dat de framerate hoger is, dat die game beter speelt op de nieuwe Switch, omdat die profiteert van die betere hardware. En als we het hebben over hardware, moeten we het ook hebben over de Switch Dock. Want dat is eigenlijk hetgene waardoor de Switch wordt gezien als een echte hybride tussen een handheld en een console. Nu, in mijn opzicht, is de Switch een pure handheld. Zowel qua prestaties als qua vormfactor. Dit is een ding die gemaakt is om mee te nemen, om onderweg te gebruiken, om. In uw bed te liggen en, en, en nog snel even te spelen voor het slapen gaan. Uh, dit is een echte handheld. En inderdaad, als je hem in de dock steekt, dan wordt het zogezegd de console of wordt het gewoon een handheld die is aangesloten op het televisiescherm. Dat is iets meer mijn mening, want de dock zelf voegt eigenlijk niets toe. De dock is een hele dure kabelhouder en niet veel meer dan dat. Als je een dock apart wil kopen, dan betaal je daar 90 euro voor. Terwijl wil je eigenlijk ook gewoon een USB-C-kabel zo kunnen nemen. En je sluit die aan op een compatibele monitor. En that's it. dat is eigenlijk exact hetzelfde. Kan je eventueel nog zelf een dock gaan 3D printen voor een gecombineerde prijs van een tiental euro in plaats van 90. Uh, maar dat is een beetje mijn probleem met de dock. Nu, sommige games. Spelen wel beter in die docked modus. Maar dat is dus simpelweg omdat de switch dan verbonden is met de stroom. En dus de prestaties moeten niet worden geoptimaliseerd voor de batterij. Dus mijn idee: trek dan nog een beetje door en ga helemaal los met de dock. Om zo van de Switch 2 een echte hybride te maken tussen een handheld en een console. Waarmee ik bedoel, en dit gaat nooit gebeuren, maar het zou heel cool zijn: als je nu in die dock een externe. GPU een externe grafische kaart steekt. En als je dan je Switch dokt. Dan neemt die grafische kaart die veel krachtiger is dan de grafische kaart die in de Switch 2 zal zitten. Want die moet geoptimaliseerd zijn voor de batterijduur, dat begrijp ik. Maar die externe GPU moet niets optimaliseren. Die is gewoon aan op een stroombron. Dus die kan volledig losgaan. En die kan ervoor zorgen dat games echt veel beter spelen in doct-modus dan in handheld. Zou je zelf kunnen zeggen van oké. Okay, Dokt gaan we 4K aan 60 frames per seconde ondersteunen. Dat gaat niet gebeuren hoor. Um, en in handheld doen we dan bijvoorbeeld 1080p aan 30 frames per seconde. Mee, allemaal goed, maar het zou heel cool zijn als die dock gewoon iets meer was dan gewoon een stuk plastiek met enkele kabelconnectoren. Ik heb nog een paar hardwarematige ideetjes en de rest is eigenlijk software. Um, maar natuurlijk de Switch staat bekend om zijn Joy-Cons en zijn gebrekkige prestaties. Ten eerste de bouwkwaliteit. Dit ach, hangt samen als als loszand. Um, het is niet de bedoeling dat je met een apparaat van deze prijs dat die zo wankel zit als iets. Dus die bouwkwaliteit moet gewoon een stuk beter en iets zoals Joy-Con drift mag nooit meer voorkomen, uh, want ik heb veel te veel geld gespendeerd aan nieuwe Joy-Cons, dus laten we dat niet meer doen, Nintendo. En dan het display, want dit was dus de eerste Switch met een standaard LCD-display, dan kregen we ook van deze Switch een beter model met een betere batterij, en that's it, basically. Maar dan kregen we ook de OLED-Switch, en dit is echt een groot verschil. Het scherm is iets groter, maar vooral... ...veel helderder en dat maakt echt een gigantisch verschil... ...als je games speelt op deze Switch tegenover deze Switch. Een game, kleurrijke game zoals Mario Kart ziet er zo gelikt uit op de Switch OLED. En mijn hart breekt dan als ik geruchten zie um, over de Switch 2... ...waarin wordt gezegd dat de Switch 2 niet over een OLED zal beschikken... ...om te besparen op het vlak van kosten... Maar dat betekent wel dat iedereen die nu een OLED-display gewend is op zijn switch, terug gaat moeten gaan naar een LCD-scherm. En dat gaat een gigantische stap terug zijn. Um, terwijl als je een nieuwe switch hebt, dan verwacht je dat alles gewoon beter is. En om dan een stap terug te zetten op het vlak van beeldkwaliteit, oeh, dat wordt heel pittig. En dan een laatste hardwegmatige punt. Ook super belachelijk eigenlijk. Want dan heb je net een switch gekocht, dan denk je, jee, ik kan grenzeloos spelen en dan download je de nieuwe EA Sports FC 24 die een game is van 25, 28 gigabyte. Deze heeft een opslaggeheugen van 32 gigabyte, dus je hebt één game en die staat vol. Bijvoorbeeld op deze Switch staat Mario Kart en Animal Crossing en dat zit. Er kan niets meer bij behalve misschien een een klein indie titel of twee, maar twee games op een volledig systeem is gewoon te, te de zot en kan niet meer, Nintendo. Dus in de volgende Switch steken we gewoon 512 gigabyte in. Dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Ik denk eerder misschien 128 gigabyte, wat echt geen overbodige luxe is. Dan hebben we nog steeds een stomme micro sd kaart nodig. Nu, iedereen heeft er alleen. Van de gewone switch. Um, dus ik kan nu die gewoon verpluggen naar de switch 2. Dus als je het ziet, backwards compatibility nog een kleine toevoeging de micro-SD-kaart die moet ook compatibel zijn en toch nog één toevoeging uh, want ik wil ook backwards compatibility op het vlak van hardware en vooral op het vlak van de Switch Pro-controller want dit is op het vlak van controllers ik denk mijn favoriete controller aller tijden ligt gewoon perfect in de hand geen onnodige. Toeters en bellen, de bouwkwaliteit bo voelt heel goed aan, de joycons voelen heel goed aan, de knopjes zijn lekker klikkie. Uh, de D-pad is ook geweldig, kortom, geweldig. USB-C, yes, um, dus eigenlijk alles wat ik wil van een controller. Behalve misschien het standaard design, zo de, de, de see-through design, was cool twintig jaar geleden. Nu uh, is het iets minder mijn ding, ik heb liever gewoon iets volledig zwart of volledig wit. Maar tot daar, ik ga je zelf niet over klagen. Dus ik hoop en ik verwacht ook wel backwards compatibility met de Pro Controllers. Ook dure dingen trouwens. Nintendo accessoires zijn niet goedkoop. Dus backwards compatibility met alle Nintendo Switch accessoires. Yes, please. Dan zijn er ook op de vlak van software enkele musts. Eén um, hele grote must is de e-shop, die natuurlijk bekend staat als een van de slechtste shops ooit. Het is enorm traag om door te navigeren. En als je er bent, dan heb je gewoon een lijst om door te scrollen. Een leest die vol trash staat. En het is zo moeilijk om echt een verborgen pareltje te vinden. Het is... Niet leuk voor de gamers. Het is nog veel minder leuk voor de developers die heel hard werken aan een game en die dan totaal geen visibility hebben op een e-shop. Als er een goede game is, dan moet die gewoon. Prominent, frontaal, op de frontpage komen zodat je zelf nieuwe games kon ontdekken. Als ik een game heb, dan wil ik ook een soort van review systeem. Ik wil zien wat andere mensen denken over de game. Ik wil zelf een review kunnen geven. Kortom, de e-shop e moet veel beter. Het is ook oh, zo'n zo traag ding. Het is zo'n gedoe om gewoon een game te, te kopen: een game te zoeken en te kopen in de e-shop. Dus dat moet beter. Op het vlak van besturingssysteem. Op zich, er zijn heel veel punten waarop het beter kan. Um, maar één must is dat ik wallpapers wil. Want het is gewoon te belachelijk dat we na zeven jaar nog geen mogelijkheid hebben om een eigen wallpaper of een eigen thema te gaan instellen op je Switch. Dit is nogthans een apparaat dat je, zoals je telefoon, de bedoeling is om het constant bij je te hebben, om het overal mee te nemen, om er echt iets persoonlijk van te maken. En dan heb je ofwel een witte achtergrond of wel een zwarte achtergrond en een het zit. Dat is gewoon een beetje belachelijk. Dus deze twee dingen zijn echte musts. En wat een nice to have zou zijn, maar het leunt eer eerder aan bij een must, zijn dan natuurlijk de toevoeging van achievements. Iets dat we wel hebben op Xbox en Playstation en Steam. En overal, maar het is gewoon leuk als je zoveel honderden, duizenden uren van je leven investeert in een apparaat. Dat je er iets voor terugkrijgt in de vorm van achievements. Waar je gewoon door kan bladeren en kan denken van ah, die tijd was goed gespendeerd. Um, dus een overzichtje met achievements zou heel cool zijn. En wat misschien ook een nice to have zou zijn, is gewoon iets meer sociale features. Um, nu, ik ben niet de meest sociale persoon, zowel online als offline. Dus ik zou er zelf totaal geen gebruik van maken. Maar iets zoals op de WU. Was op zich wel gezellig voor de paar mensen die een Wii U hadden. Die konden gewoon heel gezellig online hun avonturen delen. Um, via, van, via een soort van sociaal netwerk en een soort van. Play in, waar je samen kan, samen kan komen en, en, en berichtjes kan sturen naar elkaar. Zo geavanceerd moet het ook niet zijn, uh, maar gewoon iets meer sociale features. Misschien een soort van tijdlijn van wie is wat aan het spelen en uh, waar misschien developers ook gewoon makkelijk op het homescreen wat, wat berichten kunnen gaan delen. Waar je dan likes op kan geven en, en reacties, etcetera Dus gewoon iets meer uh, het sociale aspect gaan uitbouwen. En dan, tot slot. Als Nintendo nog een beetje tijd en budget over heeft, dan zou het misschien tof zijn om een paar games te krijgen op de Switch 2. Um, en als we denken aan games, dan moeten we natuurlijk die grote system sellers hebben. Uh, Wel echt vrij zeker zal dat een nieuwe Metroid zijn. Wel echt vrij zeker ook een nieuwe 3D Mario. Um, een, een nieuwe Mario Kart wordt ook vaak genoemd. Maar lijkt mij persoonlijk een hele moeilijke. Want hoe ga je iets zoals Mario Kart 8, die op zoveel vlakken de perfecte game is? Nintendo-games zijn duur. Ze dalen praktisch nooit in prijs. Maar één game vind ik echt dubbel en dikse geld waard. En dat is Mario Kart 8. Zeker in combinatie met die booster-core Er zijn zoveel tracks. Ze hebben zo hard voortgebouwd op, op de basis die ze hebben gelegd op Mario Kart 8 voor de Wii U. En nog zo extreem op verder gebouwd. En nu is het echt de. De perfecte game. Um, dus geen idee wat ze gaan doen met de nieuwe Mario Kart. Ze gaan iets drastisch anders moeten doen om überhaupt een nieuwe Mario Kart te rechtvaardigen. Uh, dus ik ben heel benieuwd. Maar enkele, enkele games zouden, uh, zouden tof zijn. Wanneer gaan we de Switch 2 zien? Wat gaat hij bieden? Niemand weet het. Sommige mensen weten het. Um, maar die, die zwegen... Verrassend goed. Um, nu, er werd verwacht dat de Switch 2 dit jaar zou lanceren. Dat zou niet meer zo zijn. Het zou zijn uitgesteld naar 2025 omdat Nintendo voldoende voorraad wil opbouwen om een situatie zoals bij de PlayStation 5 te gaan vermijden, logischerwijs. Waarbij je dan makkelijk één tot zelfs twee jaar gewoon moet wachten om een exemplaar te kunnen krijgen. Um, zoiets willen ze vermijden. Daar sta ik volledig hartig. Maar anderzijds zijn ze. Volgens de geruchten um, ook aan het wachten tot enkele topgames hebben die ze mee kunnen lanceren met de Switch 2. En hiermee eindig ik deze open brief aan Nintendo. Neem gerust enkele ideetjes van deze lijst. En kijk ook zeker ook in de comments Nintendo, want daar vraag ik iedere kijker van deze video ook zijn of haar ideetjes voor de Switch 2 te delen. Wat wil jij zien in de Switch 2? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag terug bij een volgende video of op Gamerverse.be.